genoemd wordt en waar we eigenlijk nog nauwelijks over praten, maar wat denk ik erg essentieel is in de manier waarop we over ecologie praten. En dat is eigenlijk de vraag, wanneer worden eigenlijk effecten van ecologische herstelmaatregelen zichtbaar? En als we daarnaar kijken, dan zijn er twee typen responses van systemen op herstel. Dat is namelijk de ABIO's, de milieureactie op een herstelmaatregel, en de biologische reactie, daar kom ik dadelijk op. Eerst die milieureacties. En daar is aardig wat onderzoek aan gedaan en ik laat hier een combinatie van 6 reviews. Dat betekent dat dat tientallen onderzoeken zijn die getallen geleverd hebben. En als we dan kijken naar dit meertje, dan zien we dat het fosfor uit de waterkolom na, laten we zeggen, de sanering, 0 tot 4 jaar duurt voordat dat daar uit is. Maar als we naar de fosforperculatie kijken, dus al het fosfor wat op het land gebracht is, dan zien we daar in de literatuur getallen tussen de 110 en 3000 jaar voordat dat fosfaat die bodem van het meer weer bereikt en het meer weer gaat beïnvloeden. Dus we hebben nog een aardige chemische tijdsbom voor de boeg. Als we kijken naar de koolstof, stikstof en fosforflux vanuit de waterbodem, dan moet je denken in termen van 8 tot 100 jaar voordat dat weer een nieuwe balans bereikt heeft nadat je je maatregel genomen hebt. Als je naar je zuurstofbalans kijkt in je hele bodemsysteem, dus niet in je oppervlaktewater, dan hebben we daar 7 tot 45 jaar nodig om tot een nieuwe balans te komen. Met andere woorden, als je een maatregel neemt, dan duurt het erg lang. En dat hangt eraf of je een actieve of passieve maatregel neemt en de processen die daarbij spelen, voordat je het resultaat ziet. Maar denk niet dat het resultaat er meteen is. En dat leidde bij Palmer in 1997 al tot de Field of Dreams hypothesis, met andere woorden, droom maar lekker door. Als je het milieu hersteld hebt, dan is het nog niet hersteld. En dat heeft ook een biologische respons. Want herstel hangt samen met soorten die of herstellen in het systeem zelf, maar vooral soorten die van buiten moeten komen. En soorten van buiten komen altijd wat wij noemen een bronpopulatie. En dat zijn meestal de gevoeligere soorten, soorten die meer of minder verspreidingsvermogen hebben, die tijd nodig hebben om het herstelde milieu te koloniseren, die oppervlakken nodig hebben. En barrières in het landschap kunnen dat vertragen. Landschapscorridors kunnen dat weer versnellen, maar het landschap speelt dus een grote rol bij dat herstel. Dan spelen ook de soorten die er al zijn een rol, want als er al soorten zijn, dan laten die steeds minder makkelijk andere soorten toe. Nou, dat kennen we van de mens, dat doen dieren in ecosystemen ook. Er is dus weerstand voordat je kunt koloniseren. En als je dan over gemeenschappen hebt die we willen bereiken, heeft dat met meerdere bronpopulaties te maken. Met prioriteitseffecten die het eerste komt, die het eerste maalt. Met vestiging en uitsterving, want elk watertje, als het te klein is, zal ook weer uitsterving kennen. Dus dan moet de soort weer opnieuw komen. Met successieprocessen en met de levenskenmerken van de soorten die dit hele proces moeten invullen. Dus dat is nog niet zo eenvoudig. En daarvoor neem ik even een meertje uit Denemarken als voorbeeld. Daar zijn data van over de soortenrijkdom over de laatste 115 jaar. En dan zien we dat in de natuurlijke situatie er geleidelijk verandering ontstond doordat menselijke activiteiten waren, 1850, industriële revolutie, bla bla bla. Dan zie je dat er verandering begon te ontstaan na 1920, 1930. En dan zie je dat er een aanpassingsperiode was voor het ecosysteem voordat het eigenlijk alles tot een zeer laag punt bereikt was ergens voor 2000. We noemen dat de uitstervingsschuld. Dus als je in 1960 naar dit water keek, dan zitten er nog steeds soorten die nog zullen verdwijnen. Die zitten er niet, die zien we wel, maar het proces is nog lang niet klaar. Dit meer is in 1970 hersteld. Dan zien we weer een aanpassingsperiode. Want we zien eerst nog die daling die we nog te goed hadden. En dan zien we pas een geleidelijke stijging. En dat noemen we het kolonisatiekrediet. Met andere woorden, er kunnen nog steeds een aantal soorten terugkeren van dit herstel. Maar dat gaat nog wel even duren. Ze hebben uitgerekend dat we op dit moment 44 jaar na die maatregel zitten. En dat de gevoelige soorten nog steeds niet terugkeren. Daarom heb ik dit plaatje even gemaakt, want kunnen we daar dan wat mee? Ik denk van wel. We moeten die soorten die we altijd indeelden in R-strategen, soorten die overal voorkomen en heel snel ergens voorkomen, die zijn niet zo interessant. Wij gebruiken meestal als KW-indicatoren veel meer de specialisten die eisen stellen, die we snel kunnen, langzamer kunnen reageren, die specifieke habitats bewonen. Maar
dat is niet waar het echt om gaat. Het gaat echt om de gevoelige soorten. Soorten die bijzonder zijn, die vooral kleine geïsoleerde populaties hebben, maar die vaak het meest indicatief zijn. Dus we kunnen ook monitoring systemen maken om met die tijdsvariatie om te gaan. Maar de kunst is nu dat we herstellen en niet volgend jaar weer gaan tuinieren. Maar dat we geduld hebben, dat we meekijken, dat we monitoren op deze soorten en dat we pas aanpassingen doen als we ook daadwerkelijk zien welke veranderingsrichting er optreedt. Dank u.